Sports. It's in the game. Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. We nodigen je dan uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Ik zal vandaag kiezen voor een klassieke wedstrijd. Ik zal vandaag starten met FC Utrecht tegen Vitesse. Het is een fraaie dag hier in het stadion. Welkom iedereen. Goedemiddag. En laten we maar snel gaan toewerken naar de wedstrijd die hier straks wordt gespeeld. Alle ins en outs worden vandaag verstrekt, zoals gewoonlijk, door ons. Hier naast me zit Jeroen en ik ben Siert. En vandaag mag u gaan genieten van voetbal uit onze eigen Eredivisie. Het is FC Utrecht tegen Vitesse. Ja, in deze wedstrijd mag er dan wel niets op het spel staan. Er is geen sporter die ervan houdt om te verliezen. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overschotkans van dichtbij. Strafschop voor FC Utrecht. Strafschop. En hij geeft hem een gele kaart voor die overtreding. Voor zo'n actie krijg je vaak gewoon rood. Ingezet. Wordt dit dan de openingsgoal? Ja, nee! Terug via de paal. Girano Kerk. De fluit klinkt voor buitenspel. Aanval van FC Utrecht. Nee, daar komt de tegenstander alweer een balbezit. De bal weer heroverd. Die loopactie had een fractie later gemoeten. Ja, inderdaad. Pakt de bal af met een knappe actie. Mimoun Mai. In de loop gegeven. Op tijd vertrokken. Het gevaar is nog niet geweken. Oog voor zijn ploeggenoot. Oh, dit scheelt weinig hoor. Ja, ik noem dit micro-buitenspel. Mooi woord. Die gaan we munten. Hij rukt verderop. Hier moet de voorsprong komen. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Oh, goede bal. FC Utrecht rukt op naar de goal. Op het doel. Schot tegengehouden door de keeper. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Matige hoekschop eindigt in de handen van de doelman. Balbezit naar de tegenstander. Adem Maher. Doorgebroken met de bal. Nu dan misschien. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor. Die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Het gevaar wordt eruit gehaald. Bart Ramselaar. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld.
vervolgt zijn weg naar het doel. Dan zit iemand tussen. Een mededeling voor de supporters van beide ploegen. Wat de uitslag ook wordt, blijft niet voor elkaar. Hij is duidelijk aangeslagen. Het is onduidelijk of hij nog verder kan. Lekkere steekpaas. Over een behoorlijk afstand gekopt die bal. En het scheelt niet eens zo heel veel. Maar ja, wel naast uiteindelijk. Neemt die bal mooi aan en mag verder. Ah, met zo'n actie voorover je inderdaad de bal. Tja, de laatste 15 minuten is FC Utrecht de ploeg met het meeste balbezit. Oh ja, die moet erin. Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. Met die tackle komen ze weer aan de bal op de helft van de tegenstander. De voorzet is onderweg naar de tweede paal. Goal! De eerste van de wedstrijd. Ik zou zeggen, kick verdiend. Inderdaad, zie je het. Ze spelen duidelijk beter dan de tegenstander. Dus deze voorsprong is niet meer dan terecht. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En dan is de afronding voor die speler een koud kunstje. Heel simpel. Hij krijgt bovendien veel tijd en ruimte. Hoeft niet eens op te springen. Ja, dan is het een kwestie van gewoon binnenkoppen. De score is geopend. Het is 1-0. En nummer 6... Matoush Bero. Van de bal afgezet. Mimoun Mahi. Adem Maher. Gevaarlijke steekbal. En FC Utrecht scoort. Het lijkt achterloos, maar het is zo subtiel, hè. Die steekpaas, ja, dat is echt om van te genieten. En daarmee wordt de goal gecreëerd. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Die is raak voor FC Utrecht. Nummer 22. Sander van der Streek. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. FC Utrecht rukt op naar de goal. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Adam Maher. De vierde official geeft 2 minuten blessuretijd aan. Blijft aan de bal. Daar fluit de scheidsrechter voor rust. Het staat 2-0. Hierbij gaan we de rust in. 2-0. We zullen ook gauw even wisselen. Het eerste bedrijf was voor Utrecht. Dus deze tweede helft ook naar zich toe trekken. In plaats daarvan komt nummer 10. Simon Gustafsson. Adem Maher. Met geduld wordt er opgebouwd. En de bal wordt weggewerkt. Het gevaar is geweken. Joris van Overeem.
Maher. Deze kan erin. Schitterende reactie. Zo dichtbij ingeschoten. Ik dacht dat hij erin ging. Ach, wat een geweldige reflex. Hele adequate redding. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Goed weggewerkt. Oh, hij gaat er langs. Offensieve intenties bij de Arnhemmers. Hij gaat het proberen. Hij tikt hem over het doel. Bal over de lijn. Corner gegeven. Er wordt in de tweede helft een wisselspeler ingebracht. En we gaan kijken of hij iets aan die achterstand kan doen. In het midden van de 16. Sterke tackle, pakt de bal af. Ah, net over. Wat een lul zeg. U heeft het thuis ook kunnen zien. Het balbezit. Pegelen maar. Oh, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. De bal komt voor het doel. Nee. Die bal moet je beter wegwerken. Kunnen ze dit snel uitspelen? En daarmee komt er een einde aan deze veel... Oh, wat een kans! Ja, geweldig! Doelpunt! Nou, de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk van die speler die de bal kwijtraakt. Zoiets wordt meteen afgestraft. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Mimon Mahi. Goed gezien. Prima werk. Die steekbal lijkt aan te komen. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. In deze situatie komen overzicht en traptechniek magistraal samen. Kijk eens wat een prachtige paas. Maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht nog weet te bewaren. Hè? Want het is gewoon ijzersterk dat hij de bal dan toch nog weet binnen te werken. Trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Simon Gustafsson. Twee die op de bal vechten. Ja, en meestal is er dan een hond en die gaat ermee vandoor. Is alweer even aan de bal. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. De poelman wordt gehinderd, maar pakt die voorzet. En nu snel schakelen voor de counter. Ja, dat is buitenspel. Hij stoomt verderop. Nee, die aanval strandt nu al. Bal bij de tegenstander. Oussama Tanane. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast gaan. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd.
Die tackle zet hem van de bal af. Pas wordt eruit gehaald. Ja, hij neemt hem. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor. Die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. In het midden van de 16. Ze krijgen die bal maar niet weg. Even aangeslagen door die tackle. Maar hij blijft aan de bal. We hebben nog 9 minuten te gaan. FC Utrecht zoekt en vindt de ruimte langs de rand van het veld. Het vierde doelman tegen de paal. Vitesse met de inworp. Komt steeds iets verder. Maar voordat het echt gevaarlijk wordt, is de bal alweer bij de tegenstander. Goed gezien, jongen. Goed gereageerd. Goed ingeschat, hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Nou, wat kan hij hiermee? Hij is onpasseerbaar. Wat zal dat frustrerend zijn voor die spitsen. Hij staat echt als een keit. Met niet lang meer te spelen houdt hij waarschijnlijk de nul. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Hoekschop komt voor. Dit zou iets kunnen worden. Die bal wordt geblokt door die speler. En opnieuw staat hij in de baan van een schot. Kunnen ze dit snel uitspelen? En hij komt eruit met de bal. Wat is hij van plan? Halfslachtige poging om de bal weg te werken. De scheidsrechter vindt het genoeg geweest. De thuisploeg wint. Nou, eigenlijk was er geen vuiltje. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten, laat dan een like achter op een van onze video's. En voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.